Pure liefde, hij voor mij. Dag 38, vrijdag 7 april. Tijd en liefde. We lezen Lucas 23, vers 50 tot 56. Er was ook een man die Jozef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimathea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelswijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van de kruis had gehaald, wikkelde het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de Sabbat, was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Jozef naar het graf om het te bekijken en om het te zien hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op Sabbat namen ze de voorschriften rust in acht. Op de achterkant van het kaartje staat: Jozef van Arimathea was een volgeling van Jezus. Met gevaar voor eigen leven ging Jozef naar Pilatus toe om te vragen of hij het lichaam van Jezus mocht begraven. Door deze vraag kwam Pilatus erachter dat hij een volgeling van Jezus was. Toch kreeg hij toestemming. Jozef had een graf voor zichzelf gekocht net buiten Jeruzalem. Samen met Nicodemus bracht hij Jezus naar de graf toe om hem daar te begraven. De begrafenis moest snel gebeuren, voordat het donker werd en de Sabbat begon. Snel, maar toch. Ze namen de tijd om Jezus' lichaam te verzorgen met wel 100 liter mirre en aloë en wikkelden hem in linnen doeken. Waar maak jij met liefde tijd voor vrij? Tijd en liefde. De tijd die Jozef van Arimathea gaf om het lichaam van Jezus in doeken te wikkelen. Tijd en liefde. We gaan het kaartje gaan we inkleuren. En deze keer ga ik dat met waterverf doen. En dan zijn we samen stil.
tijd en liefde. Dat gaf Jozef van Arimathea voor Jezus. Dit was dag 38. Bedankt voor het meedoen en tot morgen. Doeg!